Vrije trap. Promes haalt weg. Rasica. Een aardige voorzet. En ook aardig teruggelegd. Maar niet hard genoeg geschoten. Het was misschien ook wat lastig met een man in de buurt. Maar Tafs. Dabo. Slordig, maar hij kan het herstellen. Linse. En Oenerstaal rekt zich dan nog eens langer dan hij al is. Komt van pas. Mooie paas van achteruit is van Bruns. En bepaalt niet grootste van het veld. Staat aan de juiste kant. Ja, kijk eens hoe goed Oenerstaal. Rasica is Labie te snel af. En dan zoekt hij de verre hoek. En Oenerstaal is de bal kwijt. Nooit meer complimenten geven aan mensen. 35e minuut. Ho. Toch op de een of andere manier de headlines halen. De jongen van Kati Dabo. Ik krijg nog een handje van Vrees. Nooit prettig als je al voor rust gewisseld wordt. Het is Soudali. Claimt van alles. Richtelijk gebaard doorspelen. Dat doet Vitesse dan ook. En er is zowaar wat ruimte. En dat geldt niet zo heel veel. Het is een doeltrap. Cheers, mate. Pas weer. Niks noemenswaards te doen gekregen in de eerste helft. Matafs duwt zijn tegenstander weg. Matafs 1-0. En zo blijft hij maar scoren en scoren. Dient gezegd dat zijn directe tegenstander zich wel makkelijk opzij laat zetten. Reuseler. Maar hij maakt het bekwaam af. Ja, het is een merkwaardige actie van Post en Opoku. Hij heeft de maling aan. 5 speelrondes in het rijtje van Janko en Mertens. Hier wellicht de kans voor Seuntjes. Die moet hij nu schieten in de verre hoek. Nee. Krijgt hij een herkansing ook niet. Pasveer. Die de bal wel tegenhoudt, maar niet vast heeft. Lennarty. Seuntjes. Gekeken en gegeven. Opoku, waarom niet met het hoofd? Wat is dat toch voor een rare bokkensprong? Geweldige paas van Ralf Seuntjes. En Opoku benadert die bal. Ja, helemaal op de verkeerde manier. Promes. Voor, werd even vastgehouden. Matafs. 1 man omzeild, 2 man omzeild en dan een halve meter voorlangs. Bijna de voorsprong verdubbeld. Opoku. Rasica won. Krijgt de bal nog een keer. En wordt dan ondersteboven gelopen door Labie met al geel op zak. Een overtreding is het, maar hij mag blijven staan. Het is de tijd voor Stijn om in te grijpen. En dat was een logische beslissing. Dat is een mooie paas van achteruit. En duim omhoog. Bruns kreeg hem van Linse. Voor rust was het andersom. Voor, goed doorgelopen. Oenerstaal met de rechtervoet. Een slechte paas van Reuseler. Hunter zat er goed tussen. Via Makila weer naar Hunten. Hunten met grote passen. En de bal daar teruggelegd is 1-1 wilde ik zeggen. Maar het schot van T wordt geblokt. Belangrijke save van Mietzka.
Hunt. En die zag hem al in de korte hoek verdwijnen. Ik eerlijk gezegd ook. Maar Miazga ligt waar in de weg. 3 minuten nog. En dan de extra tijd. Hunt. Dat doet hij wel slim, want hij heeft die bal eigenlijk veel te ver voor zich uitgetrapt. En dat levert Van der Werf ook nog een keer een gele kaart op. Daar is iemand die vastgehouden wordt. Ja, dat is een penalty. Ja, natuurlijk. Niks tegen in te brengen. De kans voor VVV om ook hier een resultaat te halen. Hier, dat shirt is al helemaal vast. En nog, en nog, en nog, en nog, en nog, en nog. Ja, strafschop. Lukt het Leemans om rustig te blijven? Ja, dat lukt hem. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd komt VVV op 1-1. Het scenario Groningen. En zo is Kasia wel boos. Maar heeft de VVV een resultaat? En Vitesse nog 4 minuten om daar wat aan te doen. Castaños krijgt een vrije trap tegen. En Matafs krijgt ook nog geel. Maar hier houdt Castaños eerst vast bij Reuzeler en gaat daarna zelf liggen. En is het nu officieel gedaan? Wordt er flink gefloten hier in het Gelderdoom. En zo kan het gaan. 3 dagen geleden bij verlies was er applaus voor Vitesse. Nu pakt het een punt, maar verliest het er 2 en dat weegt. En dat verklaart de teleurstelling bij de Vitesse supporters.